Zo'n 3000 cadeautjes moeten worden ingepakt. En dan gaat er heel wat papier en plakband doorheen. Geen normale klus voor de vrijwilligers van de voedselbank. Dit doe je echt niet dagelijks. Nee. Het is de eerste keer dat wij dat doen. Ja, dit hebben we nog nooit gedaan. Zo'n geweldig project waar wij nu aan doen zijn. Ik even kijken of het klopt, Truus, maar het moet ook omhoog kunnen. Geen standaard pakje voor iedereen. Ik heb B. Kinderen mochten zelf voor €150 aan cadeautjes uitkiezen. Wat duur sets, televisie, laptop. Popje, kleren, Lego, Duplo. Dus één kind kan wel 10 of 20 cadeautjes krijgen. Het is toch geweldig dat hij zoiets doet. Het komt echt uit een goed hart. Gulgever John Jansen is niet altijd zo geliefd geweest. In de jaren 90 maakte hij deel uit van de beruchte Juliet-bende. Een club verantwoordelijk voor afpersingen en mishandelingen in en rond Breda. Jansen zat de straf uit voor 2 bankovervallen. Maar de vrijwilligers van de voedselbank zijn met dat verleden niet bezig. Hij doet het toch maar. En dan kun je van mensen die miljoenen bezitten niet zeggen, want ik heb dit nog nooit meer eerder meegemaakt, nog nooit van gehoord in het land, terwijl we toch genoeg rijke mensen in ons land hebben. Deze klus bestaat niet alleen uit het inpakken. Vooraf zijn de vrijwilligers langs de deuren gegaan om de cadeautjes te inventariseren. Ja, heel ontroerend. Het was heel bijzonder. Heel, heel bijzonder. Ja, en dan krijg je zelf ook tranen. Ja. Het is heel ontroerend. Met alle cadeautjes gesorteerd en ingepakt begint misschien wel het allerleukste klusje. En straks komt het uitdelen. Ja, dat is natuurlijk helemaal, hè. Dat is het allermooiste.